We gaan het hebben over de Switch, of eigenlijk beter gezegd over de opvolger van de Switch. Niet dat wij weten wat er gaat komen, want dat weet niemand. Maar er kwam een bericht vrij, en uh, met dank aan de community die mij uh, op dit uh, uh, bericht wees: um, die zegt: de transition to the next console is a major concern for us. Dat ze het heel erg moeilijk vinden om te bedenken. Wat gaan we dan nu doen? Ook omdat ze bang zijn. Als je kijkt naar hun laatste consoles: van de Wii, naar de Wii U, naar de Switch. Van, hmm. We raken ook mensen kwijt. Het moet naadloos in elkaar overgaan. zodat de mensen een beetje het gevoel hebben dat ze hetzelfde spelen, maar beter. Um, en ik snap dat eigenlijk wel, omdat dit de beste Nintendo-console aller tijden is ook dat en en ja nee, daar ben ik er niet mee in ieder geval voor mij ja ja ah, okay. ieder, bij PlayStation vindt het het is gewoon PlayStation 1, PlayStation het zijn dezelfde soort machines het is alleen gewoon net Mooier. een stukje beter weet ja. je wel en Nintendo komt steeds met iets anders wat bedoel je precies met een stukje beter nou graphics zijn gewoon beter sneller ja. Maar dat, dat, dat vind ik nou vooral van Nintendo-games wel meevallen. Ik vind Nintendo-games doorgaans heel mooi. Kijk, we hebben ja. nu de Switch uh, Sports. Dat ziet er niet uit. Maar, ja. maar over het algemeen passen die graphics van de Switch heel goed bij het soort games wat Nintendo maakt. Maar daar verkopen ze ze. Dus, ik denk niet dat de, de aantrekkingskracht van de Switch hem daarin zit. Ik denk dat de Switch zo succesvol is uh, wegens het hybride model. Nee, no way. Ja? Nintendo Games. Dat is inderdaad, ik, ik ben even ja. goed gaan nadenken. Wat maakt nou ook een goede Nintendo Console anyway? Want we moesten natuurlijk nadenken, yeah. wat moet het dan worden? En toen kwam ik toch wel al vrij gauw uit. Voor de majority of the people is het omdat er Nintendo games op uitkomen. Voor mij is de Switch ideaal. Omdat voor mij is het ultieme vakantiegevoel. Mm -hmm. is... Met altijd al, of het nou vroeger met de Game Boy was achter in de auto. Yeah. Of nu met de Switch met een handdoekje over mijn hoofd, zodat ik het scherm kan zien ergens in de zon. Ja. Ik vind het heerlijk dat ik nu Nintendo Games. Prachtig, het ziet er in ieder geval vaak mooi uit. Daar kan spelen. Ik, ja. uh, maar uiteindelijk gaat het erom dat je een nieuwe generatie Nintendo games kan spelen. Ik, ik, ja, nou, ik, ik denk het dus niet. Ik denk Plus een gimmick. Ik denk niet dat ze er 105.000, 103.000, uh, 103 miljoen ja. hebben verkocht. Vanwege de Nintendo Games. Ik denk echt dat er een heleboel mensen zijn, gewoon die het feit dat je hem overal kan meenemen en dat soort dingen, dat dat gewoon fucking handig is. En dat ik, dat ideer. Ik denk maakt. heel eerlijk gezegd. Ik denk dat ze de 50 miljoen hebben verkocht voor de Nintendo Games. En ja. nog eens 55 miljoen hebben verkocht omdat de eerste Switch kapot was gegaan. En dat, want dat is mijn <laughs> grote, grote probleem met de Switch. Ik vind het ja. uh, het, het ontwerp, Ik vind het scherm mooi wat erin zit. Ja. Maar de Joy-Cons echt heel gevoelig voor dat ze gewoon stuk gaan. Ja. En um, ja, ik, hoe tof ik het ook vind dat je hem en op je tv en handheld. Dat, dat is een gouden greep geweest. Maar het, het maakt het niet een solide ding. Ik vraag me af. Maar als wat ik... doe jij vaker? Speel je liever? Dan op, op de tv of heb je hem mee? Beide. Echt ja. bij Dat is echt 50-50. Uh, maar dat komt ook omdat ik kinderen heb. En die, uh, dan zit er eentje te tv te kijken en dan pakt de andere gewoon de switch. En die gaat dan, weet ik veel, in zijn slaapkamer ermee spelen. Ja. Dus dat... Um, ja, nee, ik denk, ik denk wat dat betreft dat... Uh, uh, dat gegeven dat het zo flexibel is, dat is heel briljant. Um, en ik denk ja om heel eerlijk te zijn ik, ik denk dat ze het gewoon wat minder snel stuk moet laten gaan maar misschien mm -hmm. is dat ook wel een verdienmodel dat ze gewoon nou ja, meer... Nintendo is nou ja. een van de weinige partijen die vanaf day one winst wil maken op zijn ja. console en een van de nadelen daarvan is dat het materiaal wat ze gebruiken over het algemeen wat Minder robuust maar, is dan Maar en... je doet natuurlijk wel iets heel goed dat als iets vrij snel kapot gaat, mensen toch weer het opnieuw kopen. Ja, daarom Tuurlijk. En... Joy Cons voor 80 euro man voor ja. zo'n setje, dus dan ja, tuurlijk. En mensen kopen, denk ik, zou me niet verbazen als mensen drie, vier setjes gedurende de levensduur van een switch kopen. Ja, want die shit gaat gewoon stuk en janken de kinderen omdat ze niet het nieuwe zelda kunnen spelen. Ja, dan koop je 80 euro, koop je nieuwe shit, maar, maar... toch lijkt het me lastig. Want als je wat ik zeg van wat ik bedoel. Met de PlayStation, de Xbox is dat het feitelijk hetzelfde apparaat is. Ik bedoel, het is steeds een controller met een, met een kast eraan, weet je, wel? Ja. en die sluit je op de televisie aan. En daar ja. zit dan een andere chip in waardoor het allemaal wat mooiere beelden en wat meer mensen in beeld kan brengen. Als je kijkt naar de laatste jaren van Nintendo, gaan ze van uh, een, uh, een paarse kubus, gaan ze op een gegeven moment gaan ze naar een, een sweepapparaat, de Wii, mm, ja. gaan ze naar een soort van tablet, Sweep sweepview. Gaan ze weer naar iets totaal anders. Namelijk een hybride handheld console. En dan, dus elke keer is het wat anders. En de ene keer slaat het aan bij die doelgroep. En de andere keer slaat het helemaal niet aan de Wii U. En de andere keer slaat het weer wel heel erg aan. En je, 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 ze zijn niet zo'n... Zo'n zo 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 partij die dan zegt: ah, daar komt gewoon de Switch 2.' Maar, maar nee, wacht maar, even, sorry dat ik je in de reden val. Ik moet één ding zeggen. Wat, wat ze gedaan hebben met die Switch, het ja. probleem dat ze oplossen, dat ze moesten een succesvolle console in de markt zetten. Ja. En ze moesten de handheldmarkt uh, voorzien Zeker? van een nieuw exemplaar. Ja. En dat hebben ze gewoon gebundeld, wat goedkoper is en slimmer. Kijk, iedereen kan zeggen: Van ja, oké, okay, de, de Switch heeft beter verkocht dan de PlayStation 5 of zo. Maar je moet niet vergeten dat ze twee markten hebben samengevoegd. Namelijk de handheldmarkt, uh -huh. die. Echt bedreigd werd door de telefoons en de hmm, iOS-app stores en weet ik wat. En de, de consolemarkt, die gewoon een heel andere dynamiek heeft. Ja. Maar, maar ergens is de, is de Switch toch natuurlijk ook wel, wel. Tegenover als je het vergelijkt met dat ze naar de Wii gingen, dat was achteraf echt een gimmick. Ook al heb ik wel echt het gevoel dat zij het idee hadden, we, we maken iets moois. We, we doen het volgende voor gaming, namelijk beweging. Ja. Ergens is de Switch natuurlijk wel een redelijk logische opvolger van de Wii U. Ja. En als de Wii U niet zo kut ontvangen was, dan had het best de Wii U 2 kunnen heten. Ergens is dat natuurlijk wel gewoon. Vet, dat, nou, dat idee dat dood, van dat, scherm, ja. ja, dat ja. Het was dood. Maar het idee van het scherm wat mee kan ja. is daar natuurlijk wel geboren. Ik vind ja. het goed dat ze dat niet hebben gedaan, want de bio was zo kapot mm -hmm. dat het, uh, um, ja, eigenlijk, het het, 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 was echt dood en voorbij. En ik vind het tof dat ze iets nieuws in de markt hebben gezet. En om heel ik zijn de switches ook veel beter in de markt gezet dan um, uh, uh, hoe heet het uh, 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 dan de Wii U weet je ze hebben dit echt ik bedoel, hoewel ik die zoals dit die reclames van zijn altijd echt te kut voor woorden ja. maar op een of andere manier is het ook Nintendo of zo weet je dat soort van ja die allemaal ja, ik, ik met al die lekkere wijven ja, die ja, dat is ik, dus de man van Jessica Alba dat zijn we laatst achtergekomen. dit is echt ja. hun gezin ja jezus toch hey, man he? ja. jezus wat ja. kut ja, vond, ik maar, ook, vond ik ook niet eerlijk nee oké okay. ik, ik denk dat ze deze maar ik denk dat dat de kracht is van de, van de Switch is dus dat je hebt die hardcore gamers, die, die bereik je gewoon met de games, uh, met de trailertjes en met uh, de Nintendo, uh, hoe heet dat ook weer die, 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 die persconferentietjes, die presentaties. Ja, die Nintendo Direct. Ja. Ja. En dit soort reclames, ja, dat is gewoon voor op de televisie, voor al die uh, de, ja, de mensen die gewoon, oh leuk, voor mijn kinderen, weet je, of oh, dan gaan we gaan lekker, lekker met z'n allen ja, op een feestje. Ja, maar ook, ook vriendengroepen inderdaad. Het is, ik ken zoveel mensen die gewoon, die letterlijk op zaterdagmiddag een Switch gaan kopen, omdat ze denken, ik heb vanavond een huisfeestje en het lijkt me lachen om ja. Mario, Mario Kart of Mario Party te gaan spelen. Het maar denk ja. je niet dat er bij Switch. Ik heb dit niet gerichet, want dat had ik moeten doen, misschien voor dit item. Maar ik heb het gevoel dat in dat wie tijdperk en u tijdperk daar zat iemand die deed de, uh, de design van die apparaten. Mm -hmm. En die. Ik weet niet. Die had ze gewoon niet helemaal op een rijtje. En niet in de zin van dat hij dat niet goed kon. Wat ik van de Wii U voor zijn tijd helemaal nog niet heel hmm. slecht. Maar had gewoon geen gevoel voor de markt. En nu, wat je nu ziet, is dat eigenlijk alles wat Nintendo doet, niet helemaal. Ik moet zeggen, Labo is echt een uitzondering. Dat, dat met die kartonnen dingetjes dat gaat echt te ver. Maar bijvoorbeeld dat met die uh, afstand bestuurbare autootjes, weet je. Dat was echt fucking leuk gedaan. Ja. Dat was Echt tof. En dat, dan denk ik gewoon van ja, weet je, dat, dat was gewoon een hit. Weet je, dit is een. Uh, de, de Switch zelf is een hit. Ja. De Switch 4K is een hit. De Light was een hit. Het gewoon, Waarom, waarom niet gewoon doorgaan op dat, um, op de, op diezelfde voet? Wat, wa, wa, waarom moet er iets vernieuwd omdat dan, worden? Dat je dan een Steam Deck krijgt wellicht. Wat de, wat de markt gaat pakken denk ik. Ja. Nee, ik, nou, niks nee, nee, maar ik bedoel meer van de, het apparaat zelf dan. Een, als het gewoon een Switch. 2 wordt die alleen maar mooier is qua graphics, is het dan niet te veel in Steam Deck. Behalve dat je daar natuurlijk wel de Nintendo game Ja, op daarom, hebt, maar... maar dat is het. Die content maakt al het verschil. Als jij uh, een nieuwe Mario game uitbrengt die alleen maar voor de Switch 2 is, fuck het, dan koop je toch een Switch 2. Zeker. Mm -hmm. En dat is. Ik bedoel, ze kunnen rustig tien jaar doen met de Switch. Ik weet niet hoe oud die nu is, maar ik schat een jaar of vier, oh, vijf. Zes, ja, nee, ze gaan al zes, zes jaar alweer? Ja, precies. Ze gaan nou, ze nou, ik ja. heb de laatste tijd wel dat het grafische gebrek ook wel echt zijn uh, ja, gewoon problemen veroorzaakt in de gameplay. Geef weet een, weet een voorbeeld uh, van een game die je niet. Pokémon was echt, het, het, het was eigenlijk een soort van ontdekte wereld, maar ja. grafisch was de wereld te groot om ook echt iets te ontdekken te hebben. Ja, de, dus alles ja. stond er maar een beetje dood te wezen. Je kon, niet echt, um, nee, je kon niet echt, je had niet het gevoel dat je echt op avontuur was in die wereld. En dat had er wel echt mee te maken dat ze gewoon niet de grafische kracht hadden om die Pokémon meer dingen te laten doen, om, ja. om er echt iets van te maken. Maar het feit dat de wie, de wie, tot voor kort de best verkochte console van de switch was met 101 en nu is de switch daar voorbij die staat nu op 103 alle tijden bedoel je alle tijden ja, ja. Um, wat soort de wie was de best verkocht ja met console. 101 echt niet playstation nee van nintendo. Oh, van nintendo al van nintendo playstation 2 is op 155 okay. ik, ik heb nog een item daarover gemaakt ik denk dat, dat dat de switch het net niet gaat halen om 155 te halen um, maar, die, maar kijk, wat je heel vaak ziet is bij, bij de PlayStation en de Xbox is dat, dat als, als de 100 verkoopt, dat dan de volgende, als die ongeveer hetzelfde en goede games verkoopt, dan gaan die 100 min of meer weer een beetje mee, weet je wel. Ja. Bij Nintendo zie je dat wat anders, omdat ik denk dat bijvoorbeeld een hele groep mensen is die, die het gewoon kopen voor, voor leuk, voor feesten of voor hun kinderen en dat soort dingen. Die hebben zoiets van, komt er nou een nieuwe? nou ja, ik heb er nu even geen geld voor. Terwijl de Nintendo-fan, die 50 miljoen, die zal waarschijnlijk ook weer de volgende kopen. En de vraag is, waar ga je dan op mik of kun je weer iets gimmicky. Of iets uh, vernieuwend nee. Dat is het gevaar. dat is natuurlijk bij de Wii U totaal niet gelukt. En de mensen die daar inderdaad nee. al een Wii hadden met Mario Kart. En die je, hebben dat die gewoon gehouden. Die heeft dat al inderdaad. Waarom zou ja. ik nog een keer. En dat zou hier dus ook het gevaar zijn van ja wat, wat ga je hierna dan doen? Want vaak komen ze wel met iets innovatiefs. Ja, kan dat dan VR zijn? Nou, ja, maar jij, nee, je, jij probeert de volgende gimmick te verzinnen. Ja, en nee. Je, dat dat juist dat gimmick een groot gevaar is. Ik probeer in het en, hoofd van die Japanners te komen. Is, dit, nee, maar de, de, wat, de Switch lost een heel wezenlijk probleem mm -hmm. op. Ja. Eh, namelijk dat de Nintendo DS een opvolger nodig had. Want mm -hmm. de DS moest een opvolger hebben. En uh, de Wii U moest een opvolger hebben. Dus ik vind wat dat betreft de Switch niet zo gimmicky als dat het in eerste instantie lijkt. Nintendo doet dat ook wel. Ja, nee, absoluut. Want kijk maar naar Labo en kijk maar naar, naar de Wii en kijk maar naar ja, uh, maar uh, de Wii U. Met dat dat hebben ze van tevoren allemaal, dat, 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 dat vond ik wel het sterke. Ze hebben van tevoren hebben ze al die dingen, van wat kan ik met die, met die Joy-Cons, met die Giro, heet dat ook alweer, dat Giro-ding dat erin zit? Giro-ding, ja. Ja, ja, in ieder geval, ja dat beweegt, dat, 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 dat jouw bewegingen voelt, daar dat kun je een aantal dingen mee, weet je wel. Nou, inderdaad, die autootjes, Labo, uh, die, die, die fitness dingen kunnen, hebben ze ermee gemaakt. Ja. Zo hebben ze een aantal dingen van tevoren al bepaald, dat gaan we dan elk half jaar gaan, we weer iets nieuws in de markt zetten. Nou, Labo Werkt voor grijne meters, dus dat doen we niet meer. Uh, die autootjes, die waren wel tof. Dat doen weet je we misschien nog wel een keer. Uh, het is sowieso allemaal duur, inderdaad. Ja, um, dat, in het apparaat zelf, dat zit er ook bij. Hoe heet die poppetjes ook weer? Die amiibo's, dat, dat ja. is ook iets waar Ze veel mee doen, weet je wel. Um, dat daar zijn ze altijd wel mee bezig. Het is niet zo van. We maken een console om games mee te spelen. Nee, ze maken iets van wat kunnen we er allemaal mee doen. Wel, het is een beetje een speelgoed. Het blijft bedrijf. exact. Het, het, is, het is altijd wel een beetje die speelgoed vibe. En ik denk dat dat voor hem het probleem is. Van hoe, hoe trek je die lijn door? De vernieuwing, de verrassing, uh, iets, iets doen... Uh, waar je lekker mee bewe kan bewegen, want dat is voor Nintendo het familiegevoel. Voor mij is het inderdaad wat ik zeg: het is voor mij het perfecte Nintendo-apparaat nu. Dus ik ja. zou niet. En als ze inderdaad maar iets verzinnen, omdat ze weer iets moeten verzinnen, dan gaat het waarschijnlijk kut zijn. Want dit was inderdaad gewoon een oplossing voor een probleem dat er lag. Ja. Ik nam nu mijn 3DS mee, daar had ik ook heel veel plezier mee. Maar wat, wat, wat ik nu mee kan nemen, dat is wat ik echt wil. Weet je wel, Mario Odyssey op vakantie, dat ja. Dat is fantastisch. Nou, ik vind wat ik van Nintendo altijd sterk vond, dat ze ook eigenlijk met dat hebben ze met de Game Boy gedaan, hebben ze met de 3DS gedaan, hebben ze met de DS gedaan. Dat is dat ze al die verschillende versies en varianten van het Game mm -hmm. Boy. Dus ik kan me voor nog de Game Boy SP herinneren. Wat een klein uh, handheld consultie ja. was, wat je zo open kon, wat Twee kleine schermpjes. Dat, dat is echt tot op de dag van vandaag mijn favoriete uh, uh, handheld. En ik denk dat je hetzelfde zou kunnen doen met, uh, met de Switch, weet je. Je zou best wel een grafisch sterkere versie, nou goed, ze hebben dat nu net gedaan met die 4K natuurlijk, maar uh, zoiets kunnen doen wat alleen uh, onder de tv staat. Of juist een specifieke handheld wat ze met de Lite hebben gedaan, maar dan op een of andere manier opnieuw. Ontworpen. En een soort een kleinere versie van. Of weet je, blijven innoveren met die verschillende designs. Maar toch zie je daar wel, hoe heet dat apparaatje ook weer, dat vierkante ding wat je net noemde, de SP, de Game? Boy Ik denk wel dat ook daar iemand op een gegeven moment naar gekeken. En openklapt en dacht. Als hier nou ook nog een scherm was en daar het idee van de DS. Dus ergens zie je wel die ideetjes altijd ergens vandaan sprankelen. Net zoals dat ik dat bij de Wii U naar de Switch heb, denk ik dat ze wel op een gegeven moment. Ja, maar dit is wel. Het idee is cool, maar wil je dit niet overal mee naartoe kunnen nemen? En is het niet chill. Als je dan snap je? En dan zijn het goede ideeën. Als het weer is van ja, we moeten maar iets verzinnen. Nee. Maar dat is het. V vernieuwen om te vernieuwen, is een, dat is bittere ellende. Maar vernieuwen ja. om, een, uh, om een wezenlijk bestaand probleem op te lossen, dat ja. is altijd een goed idee. En heb jij nu een probleem met Nintendo? Nee, helemaal niet. Ik nou ben ja. nou in die zin ook helemaal niet toe aan een nieuwe Switch. Zeg nog, ik heb die 4K niet eens gekocht. Uh, ook nergens te krijgen meer, over zo daar niet van. Maar um, ja, ik heb die niet gekocht omdat ik uh, uh, zoiets had van, ja, weet je, ik heb een, een Lite en ik heb een gewone. En uh, bij mij thuis wordt alles gesloopt. Dus uh, ja, ja ik, ik heb het niet per se nodig. Um, waar waar maar, ze namelijk wel natuurlijk een, een probleem hebben. Wat, ze, wat deze man hier ook een beetje mee bedoelt, is backwards compatibility, weet je wel. Je, hebt, je hebt te maken met mensen die bijvoorbeeld, uh, uh, Mario Kart, weet je wel, wordt weer 50 miljoen keer verkocht op de Switch. Is een game die heel veel mensen graag zouden willen meenemen naar het Zo, volgende. Het is nog de Wii U versie, toch, eigenlijk? Ja. Op, ja. Maar dat is iets wat ze niet echt doen. Waarbij Microsoft met name voor oploop van alles moet gewoon steeds je moet het steeds kunnen blijven spelen. Ze hebben daar de Game Pass voor. Ze hebben een soort van systeem. Xbox heeft een systeem waarin je mensen kunt vasthouden. Ze hebben namelijk gewoon de Game Pass. En als je de Game Pass hebt, dan of je speelt op de PC... of je speelt op een Xbox-platform. Waar maakt niet uit. Nintendo heeft natuurlijk altijd het probleem... hoe ga ik die mensen die bijvoorbeeld al bepaalde games hebben... hoe, hoe, hoe neem ik die weer mee dat ze ook die oude games kunnen spelen? Omdat ze nou eenmaal niet uh, elke maand twee of drie games kopen. Ja. Dat probleem dat... Liggen ze daar nou gewoon. Ja, waarom doen ze dat niet? Weet je, ik raaf het in deze commercial, ja. dat die achterkantjes van die joycons die ze vast hebben, daar hebben ze niet dat dingetje opgeschoven. Dus ze spelen eigenlijk zoals het niet bedoeld is. Nee, maar gewoon dat speelt helemaal niet zo lekker. Weet je? Dat, want die twee knopjes, die, die, die shoulderbuttons, die drukken niet lekker in. Want dat is bedoeld dat je dat dingetje erop uh, Ja, gehoord, Waarschijnlijk ja. vond de regisseur dat er visueel wil wat beter uitziet. Ja, de heeft het niet Het was gekeken. trouwens wel. Nee, het was oma en opa. Ik dacht dat we weer een oude man met een jonge vrouw. Maar dit was oma en opa met hun kinderen. Je kan ook een schaakbord kopen, zeg ik altijd. Maar goed, dat is even wat anders gezegd. Maar dat vinden zij ook problematisch. Iedereen denkt nu in community en dat soort dingen. Hoe neem je die mensen mee? Of raak je ze net zoals bij de wie opeens weer allemaal kwijt? Maar als er een supergoede nieuwe Mario game voor welke. En het is niet een. Ik denk dus niet dat dit apparaat is, maar mooier. Dan denk ik dat mensen. Die Nintendo gamers, die 50 miljoen die komt, maar die andere 50 miljoen zou die komen. Ja, die nee. koopt Mario Kart. Want nee, dat, ik denk het niet. Nee. Ik, 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 ik denk wat dat betreft, ik denk dat Nintendo dat, dat de mainstream, weet je, dat ja. idee heel veel uitgeven. Weet je, Xbox is daar ook zo mee op zijn bek gegaan. Ik ik mag hopen dat Nintendo die les geleerd heeft. Weet je, de mainstream gamer bestaat niet. Uh, weet je, je kan nog zoveel commercials maken met <laughs> beurshandelaren... en fotomodellen die in hun vrije tijd uh, Op met de Switch. Switch gaan spelen. Ja. Maar in de realiteit is dat gewoon niet zo. Het zijn gewoon gamers, het zijn nerds en die vinden dat leuk. En uh, er is niet een gigantische doelgroep daarbuiten. En ondanks dat ze dat met wie toevallig gelukt is... zijn er ook ja. heen gestruikeld. Denk ik nog steeds dat het succes van de Wii te danken is aan de, aan de naam Nintendo... Ja, of is het ook niet dat het dan dus door deze reden steeds een generatie overslaat? Want de GameCube, alhoewel het een van de vetste consoles aller tijden is, is volgens mij ook niet een super groot succes. Maar geweest. de N64 was ook niet een super groot succes. Nee, dat dat, is, dat, de, 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 weet je, ze hebben eigenlijk sinds de SNES geen groot succes gehad tot de Wii. En dat, um, uh, ik denk dat dat ook als een soort, uh, soort vloek over dat bedrijf hangt. Van ja, ja, ga je niet iets wat heel succesvol is, stuk maken. Het is no uh, alleen de SNES is erin geslaagd om voor te beduren op de, het, het succes van. Voortganger. Hmm. En verder is dat nog nooit gebeurd. Misschien. Misschien met de handhelds. Nee, maar, daar, daar maar, maar is dat dan niet nu, omdat inderdaad als nu dus alle mainstream mensen wel die Switch hebben gekocht, omdat ze weer willen Mario Kart, hè, dat ze bij de volgende denken van ja, oké, okay, ik heb nog die Switch. En mij maakt het niet zoveel uit dat ik nu ook uh, kan fluiten naar mijn console. Oh, en absoluut. Die... En dan de volgende ja. generatie wel weer gewoon denken, oh ja, nu, is het wel, nu ziet het er wel echt vet uit. Het is lang geleden dat ik dat ding heb gekocht. Ik koop, ik koop wel weer zo'n apparaat. Maar, maar daarmee beantwoord je eigenlijk de vraag van dit item. En dat is dat als Nintendo besluit om nete 4K content te gaan maken, wat er echt overduidelijk visueel veel mooier uitziet, mm -hmm. en waar je dus zwaardere hardware voor nodig hebt, dan gaan ze die hardware ook verkopen, maar wel onder de, bijvoorbeeld de Switch naam, en dan noem je het de Switch 2, en dan, uh, ja, dan heb je een upgrade te pakken, en dat is hoe eigenlijk consolemakers het door de jaren heen doen, en ook de enige keer dat ze succesvol waren, dat was met de NES naar de SNES, was ook exact dat. Ja, want ik, ik toevallig dat ik daar inderdaad dus de, vorige week dat item over heb gemaakt, de NES heeft 61, 62 miljoen stuks verkocht, dan heb je nog de SNES, uh, die heeft 50 miljoen stuks verkocht. En daaronder zit nog de N64 met 32 miljoen. En de rest wordt allemaal, is allemaal minder. Uh, en de de Wii, Game Boy Advance? Ja, ja, nee, eerder. dat zijn de handhelds. De, ja. de, de 3DS, die heeft uh, het meest verkocht met 156 miljoen. En de, de Wii miljoen. heeft ook veel meer verkocht. En de Wii ook. Ja, nee, maar dat, ja. Ik, ik bedoel meer het gat tussen de Wii met 100 miljoen. En dan even naar de snes is 60 miljoen. Dus ik, ik heb het even over uh, bijna dubbele, weet je wel. Ja, mm -hmm. Dat is het probleem. Waarom hebben ze die 100 miljoen gehaald met de wie? Omdat we toen in een tijdperk zaten dat we dachten met z'n allen dat we games gingen besturen door zo te doen. En zij waren de eerste ermee. En wat oh, dat was Hoe leuk. En omdat... Zo. Nee, um, en omdat switch, mijn moeder dat ook wilde doen, toch? Exact. Ja. De maar Switch. Het nooit de, day. <laughs> nee, nee, de Switch die maakte in één keer een oplossing voor een probleem van: oké, okay, weet je wel, de handheld zijn weg. Die telefoon, ik weet het niet. Dat gamet ook niet lekker. En in één keer kwam daar van, wow, dit, dit is een mooi groot beeld. Ik kan hem thuis aan mijn scherm nemen. Ik kan hem meenemen. Fuck, dat moet ik hebben. Dat zorgt er weer voor dat daar ook weer 100 plus miljoen uh, van verkocht worden. Maar... Dat zijn ook die doelgroepen die één keer een console kopen. En misschien niet altijd, nee. weet ik helemaal niet, man. Ik zie, ik zie mensen bijvoorbeeld uh, Animal Crossing spelen... die ja. dat daarvoor nooit gedaan hebben. En ze vinden het super vet. 36 miljoen en, keer verkocht. Ja, maar dat bedoel ik, weet je. Ja. Ik, wil dat ze, en ik, ik weet zeker dat er veel mensen bij zitten... die gewoon een Switch hebben gekocht voor die game. Dat zou kunnen. En dan dus denk ze ik hebben over, nieuwe zieltjes. Ja, maar noem mij nu nog vandaag de dag een uitgever... die in staat is om een gegarandeerde hit uit te brengen, weet je. Ik bedoel, alle ja. partijen die dat deden, uh, zijn verdwenen Ooit ik bedoel, Rockstar na, weet je? Ik bedoel, een nieuwe GTA is een gegarandeerde ja. hit. Maar uh, Call of Duty is dat niet meer. FIFA heeft een andere naam gekregen, is dat niet meer. Al die, weet je, ik bedoel, uh, Just Dance en Assassin's Creed, al die dingen verdwijnen mm -hmm. gewoon langzaam in de, in de marginaliteit. En Nintendo heeft gewoon zijn eigen soort van, van bastion gebouwd. Ze doen geen concessies aan die kwaliteit. En ja, ik, ik weet niet, maar dat drijft gewoon de sales van die hardware. En dat bijvoorbeeld de Switch. Technisch niet zo'n heel sterk product is, want laten we even die joy de driften, ze gaan kapot. Ja. Um, maakt niet uit, want uh, nog steeds uh, uh, verkoopt Animal Crossing 36 miljoen stuks. En ik denk gewoon, van ja, dat is dat is goud waard. En wat zij moeten doen, is gewoon doorgaan met uh, die lijn, met die lijn, kwaliteit content maken en prijs uh, toch ook, denk ik ja, ik denk het ook wel, maar, 9 maar 9 op zich zo goedkoop vind ik 3,99 ook nog niet. ik bedoel, wat, wat kost die die, 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 die die Xbox zonder disc drive kost ook 3,99. die ja. of die uh, hoe heet die die die, mm -hmm. die, die ja. One S. Um, ja, nee dan dan ik, 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 zo goedkoop vind ik het niet per se. Zeker en zeker ja, de games hemzelf. zijn veel duurder, want die blijven voor altijd 50 euro. Dus ja, ze ja, gaan ja, nooit ja, in de uitkoop. Nou ja. ja. en het, uh, ja weet je, ik... maar dan willen we dus nu eigenlijk een super switch. ja, en ik denk dat ze, als ze dat zo noemen, ja. dat zou briljant zijn. Ja. Ik, ik ben heel benieuwd of dat. Uh, Moet ze het wel iets beter communiceren. Om, of of dat in hun, hun DNA zit. Omdat, het zijn natuurlijk zulke creatieve mensen die, die misschien zeg maar. oké, okay, we doen het hetzelfde, maar dan. Gewoon beter en misschien iets beter materiaal. We hebben geleerd van de fouten ja, dat en dat ze gaat het eigenlijk wel. Dat is toch de, de, van de Game Boy tot de Advanced naar de, 3D, de, naar de, DS naar het, de 3DS. Het is een andere vorm, andere nou, kleuren. Ik heb het idee dat we door de, door de Wii ook wel iets te veel het zeggen van het moet iedere keer die gimmick Zeker? hebben. Maar ja. over het algemeen zijn ze ook wel gewoon steeds doorgeëvalueerd naar een beter apparaat. Ja, ik vind, Terugkijken ik, naar het verleden ook. Echt wat. serieus. Als je uh, bijvoorbeeld de eerste 3DS. Uh, was, was heel geavanceerd, maar zat veel op, weet mm -hmm. je? En als je dan kijkt naar die latere, waren veel simpeler ontworpen. Mm -hmm. ja. En ja, dat het was beide goed, weet je. De 3ds was vet toen hij uitkwam. En uh, weet je, de 3ds XL of de, 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 ik weet niet eens wat dat nog 3D was toen, maar uh, ja, dat was gewoon een heel gedegen ding. En volgens mij, ik weet het niet zeker, maar volgens mij ligt hij nog steeds in de winkel voor 150 euro. Dus dat, uh, um, ja, dat, dat wordt gewoon ook nog steeds goed. En terecht, want die mm. games zijn gewoon ook fucking goed. Zouden ze dan gewoon eigenlijk ook moeten doorgaan uh, met hetzelfde uh, uh, platform houden qua, qua, qua games, weet je wel. Dat, mm. je, dat je eigenlijk gewoon, dat ze ook gaan, gaan, der, de, 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 gaan denken in soort van, van jaargangen, weet je wel. Van uh, de Playstation, Playstation Pro, Playstation, mm, weet je wel. Elke keer een stapje beter, maar wel dat je ook weer terug kan schakelen. Van je kan je oude games er ook op blijven spelen, alleen er zit een mooie scherm op, uh, het, het is wat robuuster, uh, andere kleursetting uh, 4K scherm. De, 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 de met hun handheld sowieso altijd. Ja, maar nu ook inderdaad van een Switch 1 naar een Switch 2. Want dat hebben ze eigenlijk nog nooit gedaan voor? Ja, SNES, NES. Ja. Dat is de enige waar, die ik een beetje qua naam hetzelfde ging, Maar daarna ja, de Wii, GameCube en 64, Wii, Wii, Wii U, die en alle handhelds hebben dat ook. Nou, ja. ik, denk, ik denk dat dat het best wel in het DNA van van Nintendo zit. Maar ja. uh, ja, weet je, en het is ook een de vraag, werkt dat model nog van elke zeven jaar een, nieuwe, vind ik ook een, goeie, een ja. nieuwe console? En ik denk eerlijk gezegd dat Microsoft hard bezig is om dat model te slopen. Uh, geholpen worden ze door de omstandigheden van, van inflatie, waardoor consoles gewoon duur worden. Mensen hebben straks minder geld vanwege mm -hmm. de crisis die eraan zit te komen. Uh, maar ook gewoon de, de supply problemen met die chips, dat sodemieter, dat, mm -hmm. dat is nog ook nog jaren bezig. Dus... Ja, Max heeft zich daar goed voor gepositioneerd. En Nintendo zou dat in principe ook kunnen doen uh, door gewoon uh, door te gaan met die switch. En misschien doen ze wel nog een upgrade van de van de van de uh, switch HD of 4K, weet ik hoe het dingheid. Um, ja. En en wordt het nog iets vetter? Dat zou best maar... kunnen. Als maar als je een console lanceert en er is 100 miljoen vraag en het lukt je niet meer dan om er of niet om er meer dan 5 miljoen per jaar te maken, dat sloopt ook je markt. Ja, dat, dat, dat is PlayStation het is, nu al. Is natuurlijk altijd apart hè? Als, je, als je 103 met de potentie, want ze verwachten er weer 20 miljoen in 2022 verkopen, dan kom je op 123 uit. Nou, dan zul je het jaar daarna nog 110. Ze kunnen gaan naar die 150 om die in één keer weer weg te flikkeren om weer helemaal overnieuw te beginnen. Ja, dus je zou uh, veel beter kunnen kijken naar de, de hardcore gamers die op een gegeven moment denken, nou, ik, ik, graphics, ik zou het toch wel wat mooier willen. Ja. Nou, oké, okay, dan heb je de, de Switch 4K of de Switch Pro of wat het ook is, terwijl degene die daar niet zoveel behoefte aan dezelfde games kan spelen. Maar gewoon zijn oude switch kan houden, maar dat ja, is toch gewoon het Xbox-model. Moet... Ja, maar die hebben natuurlijk ook die Game Pass erachter, als als soort van ja, cement. Ja. maar als ze als ze nu met de Super Switch komen, hoe die zo heet die vanaf nu ook. Ja, als super Switch. Ze komen met de, ja, de SS. Ja. O, dat is ja, misschien minder handig, maar ja. de Super Switch um, <laughs> moet het dan, dan moet het wel gewoon echt daar zijn met PlayStation 5 en Xbox. Nee, dat gaan ze, ze niet doen, ga nee, dus ze doen niet doen. waarom niet? Dat hebben ze nooit gedaan, nee, dat alleen of vanwege dat dat nu dan wel een beetje hun. Nee, ze hoeven dat helemaal niet te doen. Ik wil, ze zitten in zo'n luxe positie, weet je. Ik ja. wil PlayStation en Xbox kunnen die, die, die apparaten niet in de winkel leggen. Um, uh, Nintendo heeft content. Microsoft moet miljarden uitgeven om die content te krijgen. Nintendo heeft het al, weet je. Ik, ik weet ook zeker, als Nintendo bijvoorbeeld verkocht zou worden, mm -hmm. dat gaat een krankzinnige overname zijn. Al die IPs die ja. hebben, weet je. Ik denk dat een Disney, Disney heeft dat die geruchten zijn ook geweest dat Disney wilde Nintendo overnemen. Ja. En dan denk ik gewoon, van, ja, dat, dat gaat. Ik, ik dacht wel, dat de markt dat leek 30, 30 30 miljard staat zo. Ja, vast, maar, ja. maar maar wat dacht je van alle waarden in ja. die, Denk je dat Mario waard is nee, ja, ja, ja. 100% 100%. Ja, wel eens iets wat Disney even af kan tikken in principe. Nou ja, ik bedoel, ja, dat kan, zou kunnen, maar, maar ik, niet, ik zeg niet dat dat gaat gebeuren. Is wel kapot maar ik meteen. heb meer soort van, daar zit de waarde van, uh, van Nintendo, dat zit hem in die IP's. Ja. En niet per se in de, de hardware waar het op gespeeld wordt. Denk je ook dat, dat de huidige uh, ellende met die chips, dat die niet voorradig zijn, voor hen ook zoiets heeft van, oké, okay, weet je, het gaat goed met die Switch, laten we dat nog gewoon maar eventjes zo houden. Uh, we hebben nu extra tijd om na te denken wat we hierna gaan doen. Want het heeft nu natuurlijk helemaal geen zin om nu iets nieuws te gaan maken. Dan zit je straks in een pool van die chips die ook de Xbox en de PlayStation wil hebben. Ja, dan ga je dat weer krijgen dat je ja, te weinig op... En met deze wat oudere chips zit je niet in hun markt. Dus, maar dat zijn... hebben ze altijd gedaan, hè? Ja, hun nee, hardware was altijd, altijd net al... even een generatie ja. ouder. Uh, en dat hebben ze goed gemaakt door een bepaalde visuele stijl te kiezen die exact. niet het uiterste van je console vraagt. Ja, maar we nu ze zelden hebben uitgesteld, vraag ik me wel, ben ik wel bang dat dat wel een beetje Komt doordat die nou, misschien rekenen. stellen ze dat uit, omdat ze wachten tot die, tot die Switch 4K-lancering. Die hadden ze misschien al eerder willen doen, maar die hebben ze misschien door de crisis en al dat soort ellende nog niet gedaan, of het hoeft nog niet. Um, het is wel vaak zo dat als een nieuwe Zelda game komt, dat hij dan ook op de dat net op het randje valt van de twee, uh, twee apparaten. Exact. Dat, ja. dat zou zomaar kunnen. Kortom, uh, Boos, wat, wat, wat is voor jou de, de. Jij bent nu even de baas van Nintendo? Ik denk een, uh, een kleine upgrade en een revamp van de Switch. Uh, misschien uh, uh, qua naam ook iets bijzonders kiezen, zoals bijvoorbeeld Super Sn uh, Switch, Super Snitch. <laughs> en, uh, uh, maar ja. verder niet te veel veranderen en gewoon doorgaan met kwaliteitssoftware leveren. Want dat is echt de, de, de drijver van het succes. Ja, het hetzelfde verhaal. De Snitch lijkt me een prima apparaat. Zolang ik er mee kan nemen op vakantie en het uh, en de, die games gewoon zo goed blijven... zoals ze nu eigenlijk allemaal zijn. En als het dan wat mooier is en daardoor de game beter wordt, ja, ben ik helemaal bij. Um, nee, ik denk dat sowieso die upgrade gaat komen. Um, wat jullie bedoelen, maar ik denk... Toch dat ze er heel erg over... van kunnen we niet iets anders. Ik, ik, ik heb toch het gevoel... Een bril of zo. Een VR iets. En weer een belachelijke gimmick ja VR. 3D. ja dat ze altijd op zoek zijn ja. naar weer iets, iets nieuws waarmee ze de markt weer kunnen uh, disturben als het nou, ware ik ben ik ben bang dat uh, ik bedoel je zou best wel eens gelijk kunnen hebben maar ik ben er echt bang voor dat scenario omdat ja. daar komt alleen maar kutshit uit ben ik ja. die gimmicks moeten stoppen weet je het lost niet een wezenlijke probleem op het enige probleem wat switch nu heeft is gewoon die joycons ja en als ze dat verbeteren en om heel eerlijk te zijn, de, uh, hoe heet die, uh, die, die pro Switch ja, en, die ze hebben, ja. dat is de oplossing voor dat probleem. Ik, tenminste, ik heb er één, het drift niet, het is solide, het werkt als een trein. Uh, uh, niet in er, de trein. Het werkt niet in de trein, maar het werkt wel als een trein. <laughs> en het, maar maakt er eentje met een kabeltje, bij wijze van spreken, uh, voor thuis en verkopen voor de helft van het geld, ook top. Weet je. Ja. Ik bedoel, maar ze houden niet per se van dingen voor de helft van het geld. Verkopen. Nee, ze doen niet aan... Uh, nee. Oh, nee. Nou, dan koop je een controller voor twee tientjes, ook leuk. Wij hebben gesproken. Uh, het is aan jullie verder in de, de comments. Wat denken jullie dat uh, Nintendo gaat doen? Ze vinden het dus moeilijk. Van hoe gaan we dit aanpakken? Hoe raken we onze gamers niet kwijt? Wat moet ze doen? Wat is het advies voor Nintendo? Laat het even weten.